De Gouden Griffel is gewonnen door schrijver van dit boek, Daan Remmerts de Vries. Wat is er zo bijzonder aan zijn boek? Nou, wat erg leuk is aan het boek, het is eigenlijk een combinatie van dieren die mensen houden, in plaats van mensen die een huisdier hebben. En een soort van een scheppingsverhaal. En wat dan ook erg leuk is, is dat het is geschreven door Daan Remmerts de Vries. En Daan Remmerts de Vries en Philip Hopman hebben samen de tekeningen gemaakt. Ja, want de illustrator, Philip, die heeft een klein beetje vals gespeeld met zijn tekeningen. Nou ja, vals gespeeld. Op het einde van het boek gebruikt hij ook foto's. Dat kun je hier bijvoorbeeld heel goed zien. Kijk, daar rijdt een echte auto. En als je hier komt, hier staat een echt huis. En is hij de terechte winnaar van de Gouden Griffel? Ja, ik vind van wel. Ik vind het een heel fantasievol verhaal. En het is dan wel de griffel alleen voor de tekst. Maar ik vind de tekeningen ook heel bijzonder. En wat vindt u van de Kinderboekenweek in het algemeen? Het is om aandacht te vragen dat kinderen wat meer gaan lezen. Helpt het ook, denkt u? Nou, ik denk dat er heel veel dingen helpen om kinderen te gaan lezen. Een van de allerbelangrijkste dingen, denk ik, die je kunt doen om kinderen te leren lezen en van boeken te houden, is voorlezen, voorlezen en voorlezen. Tot in den treuren. Wilt u ook nog een stukje voor ons voorlezen? Ik wil best een stukje van jullie voorlezen, maar dan moet ik wel mijn bril op. Ach, gut, zei Konijn, wat is dat nou? Iets geks, zei Wolf. Het heeft niet eens een vacht. Wat zielig, zei Konijn. Durf jij het aan te raken? Het zal wel moeten, zei Wolf. We brengen het naar de dokter. Het is zo erg niet, zei de dokter. Goddank, zei Wolf. Wat is het trouwens? Een mensje, zei de dokter, een mannetje. Dat kun je zien aan dat haar op zijn gezicht. Ze namen het mannetje mee naar huis. En wilt u weten hoe dat afloopt? Tja, dan zult u het boek, voordat je er was, zelf moeten lezen.